Welkom bij de Microsoft 365-update van de maand maart. Dit is mijn collega Frank van den Burg. Hey. Ik ben Edwin Kombrenk. En in de komende 15 minuten gaan we jullie helemaal bijpraten over Microsoft 365. Yes. Nou, wat is Microsoft 365? In de eerste sessie hebben we natuurlijk al een beetje kort uitgelegd, hè? Het is eigenlijk een nieuwe licentie van Microsoft, waar een stukje Windows 10 in zit, het bekende Office pakket en ook een stukje EMS. Ja. Misschien kun je uitleggen wat EMS precies is. EMS is eigenlijk het beheren van apparaten, waar met name meestal mobiele apparaten, maar om te zorgen dat je met je telefoon toch bij je bedrijfsdata kan komen en dat de toegang daar ook ingetrokken van kan worden. En het faciliteert dus beter dan vroeger het bring your own device principe. Mensen met een persoonlijke telefoon toch bedrijfsdata kunnen benaderen, maar wel onder voorwaarden. Ja. Dus ja, tegenwoordig belangrijk, denk ik. Zeker, ja. Dus vandaag volgens mij niet te veel over EMS nog, maar dat voor een andere keer. Maar vandaag Windows 10 punten. Ja, tweede gedeelte had ik van de sessie. Ja, vorige keer een hoop gehad. Deze keer nog meer punten. Een aantal dingen die we toen wilden vertellen, die waren nog in een preview versie. Ja. Ja, dus eigenlijk nog niet in de versie van Windows die iedereen automatisch uitgerold krijgt. Dat is nu wel uit. Dus als het goed is, moet vrijwel iedereen die Windows 10 gebruikt kunnen ook gelijk hiermee mee aan, de aan de slag. Ja, absoluut. Het dichtbij delen? Ja, daar lopen we eigenlijk heel lang achter op Apple. Die had het Apple AirDrop principe op de telefoon en op de Mac. Ja, dat werkt hartstikke goed. Eigenlijk had Windows nooit zoiets dergelijks. En dat hebben ze nu eindelijk rechtgetrokken door een soort nearby sharing of dichtbij of delen in de directe omgeving. Als je dat aan hebt staan, dan kan je dus mensen via Bluetooth vinden die in de buurt zitten, ofwel telefoons ofwel PC's. En dat je bijvoorbeeld een presentatie of een Word-document of iets dergelijks kan je gaan, deel die maar naar deze en deze apparaten. En die mensen krijgen dan in principe een berichtje in beeld van: Frank probeert deze presentatie met jou te delen, wil je die hebben? Ja. En krijg je zo'n bestandje. Dus een goede manier om met meerdere mensen de dingen snel iets te delen. We hebben natuurlijk meer opties met OneDrive en allerlei mogelijkheden. Maar ja, wel goed denk ik dat ook een Bluetooth variant beschikbaar is voor mensen die geen OneDrive gebruiken wellicht. Moet je allebei die functionaliteit ook aanzetten? Of is alleen het aanzetten van Bluetooth voor de ontvanger voldoende? Nee, je moet wel, volgens mij moet je allebei aan hebben. Dus je moet wel openstaan voor het delen van bestanden met andere mensen. En dat is volgens mij vergelijkbaar met ook hoe Bluetooth zit. Maar het zijn wel twee losse knoppen. Je kan Bluetooth aan uitzetten en die sharing aan of uit. Maar als je sharing aan of uitzet, dan moet Bluetooth wel aanstaan. Ja, dat is volgens mij zijn en-en functie. Oké. Dus meer iets om in te halen wat Apple al een tijdje had, denk ik. Maar wel praktisch. Ja. Een video opnemen. Ja. Net natuurlijk al eventjes kort over gehad. Heel nuttig, denk ik. Ja, dat komt natuurlijk voort uit het... Maar vroeger werden allerlei apps voor gebruikt om je scherm op te nemen. En dat moest dan bewerkt worden. Of dan kon je het weer dat exporteren naar een formaat wat je kon delen. Nou, hoop gedoe. Tegenwoordig zie je eigenlijk met Windows G. Hè, dat is de sneltoets. Dan krijg je zo'n screenshot wat je ziet. Je kan eigenlijk zeggen, neem mijn scherm maar op. Hè, die ik gebruik. Of mijn linker of mijn rechter scherm. Wil ik geluid eventueel wel of niet erbij. Hè, ofwel systeemgeluiden ofwel microfoongeluid. En het is een super goede manier om als je... iets wil uitleggen of een klein handleiding wil doen over hoe je iets in Outlook moet doen, in CRM, in Navision, in Business Central. In plaats van een documentje maken met screenshots en pijlen. Ja, dat kost gewoon veel tijd en vaak doen we dat vaak opnieuw. En ja, even een filmpje maken. Je doet in 3 minuten die handeling. En ja dat wel zegt het nog meer dan een plaatje, denk ik. Kijkt ook lekker weg natuurlijk. Ja, voor als je 2 schermen hebt, zet hem daarnaast open en je kan meteen kijken. En wat we dan, dat is wat ik hier heb gedaan. Standaard zetten die opgenomen bestanden in een map captures. Die dan op je pc onder je lokale gebruikersaccount in de map video's terechtkomen. Ja. Je kan die map video of die heel die map verplaatsen naar je OneDrive. Dat betekent dat die automatisch die gemaakte video's in je OneDrive zet. Vanaf daar kan je direct zeggen delen met een e-mailadres. Ja. En degene naar wie je hem stuurt, die kan gewoon in zijn browser dat filmpje direct kijken. Ja, dus je zit ook niet tegen limitaties van e-mail aan, of dat je het ergens naartoe moet uploaden, of wat dan ook. Het is een gestroomlijnd proces. Ja. Ja. En, mensen op het algemeen om een video te kijken veel toegankelijker dan, dan dat ze een handleiding moeten openen, 20 screenshots moeten volgen. Dus
ja, nuttig, denk ik. Moet mensen gewoon een beetje aan wennen. Ja. Dat je dit kan doen en dat je het ook gebruikt om zo te delen. Maar als je het een keer ontvangen hebt en je denkt, nou, dat is eigenlijk best wel praktisch. Handig. Ja, dus zeker proberen. Het Cloud Klembord. Ja, dat is ook een parade paardje dit. Hier ben ik heel blij mee. Heel lang, als je iets kopieerde in Windows, gewoon de Ctrl-C. In Word had je dat al wel enigszins. Dan hield hij natuurlijk vast, of in Excel ook volgens mij, dan hield hij natuurlijk vast je laatst gekopieerde teksten. Maar dat was alleen binnen die applicatie. En nu zie je eigenlijk dat ze het Cloud Klembord hebben. Dus alles wat je knipt of kopieert, of het nou tekst is of een plaatje of wat dan ook, dat slaat eigenlijk op in het Cloud Klembord. En je kan dus tot 20 dingen terugkijken en gewoon weer opnieuw aanklikken en openen als om in je op je klembord als standaard te hebben. Als je dan weer plakt, krijg je weer datzelfde plaatje terug. Dus als je veel screenshots hebt of een bepaald tekstje een paar keer nodig had of een e-mailadres gekopieerd hebt en daarna wat anders, dan scheelt ook met een paar handelingen. Ja, dus dat zit tegenwoordig dus onder Windows V. Dan krijg je het hele klembord te zien met alle afgelopen screenshots die je gemaakt hebt. En mocht je eventueel op meerdere apparaten werken, dan kan het klembord ook synchroniseren tussen je verschillende accounts. Oké. Okay. Dus dat is voor mensen die op andere apparaten loggen, kan dat ook nog nuttig zijn. Dus onwijs handig. Het klembord is 10 jaar niet bijgewerkt. En in één keer hebben ze een cloud variant van gemaakt. En dan denk je echt van, hiervoor was het gewoon flut. Eigenlijk, ja. Dat is wel gigantisch pro voor. Ja, precies. Ja. Dus heel blij mee met deze. Nice. Snip en Sketch. Dit vervangt denk ik het paint gedeelte. Dus een screenshot maken, het in paint plakken en dan vervolgens bewerken. Lijnen erop trekken, ja. Ja, dat is al een stuk waar ze wel vaak mee bezig zijn geweest. Dat op een gegeven moment had je natuurlijk de screenshot maken. Op de PC had je elke keyboard had je een screenshot knop. Ja. Dat moest je dan in paint plakken. Nou, later is daar OneNote bijgekomen. Maar eigenlijk, en dat merk ik nog steeds, als je rondloopt bij klanten, iedereen installeert een tooltje om screenshots mee te maken. Ik heb een paar neergezet, Snagit en Greenshot. Er zijn er echte honderden, omdat de basisfunctionaliteit ook gewoon wat mager was. Ja. En nu eindelijk hebben ze, eigenlijk in combinatie met dat Cloud Klembord, hebben ze gezegd, je maakt nu een screenshot. Dat opent meteen het Snip en Sketch tool. Mm-hmm. Dan kan je direct zeggen, ik wil de grootte aanpassen. Dus je kan stukjes afknippen, de lijntjes optrekken. En op dat moment kan je twee opties. Wil je het opnieuw kopiëren met alle tekst en lijntjes die je gezet hebt. Of ik wil hem nu opslaan als een afbeelding. En daarmee bieden ze eigenlijk dezelfde functionaliteit als al die andere tools bij elkaar. Plus dat het meteen die verschillende versies in je Cloud Klembord terechtkomen. Dus het is eindelijk een gestroomlijnd proces geworden. In plaats van kopiëren, paint openen, plakken daarin, lijnen trekken, weer kopiëren, weer ergens anders in plakken. Dat was logisch dat mensen dus een alternatief gingen zoeken die het wel konden. Dus hopelijk heeft niemand meer de OneNote, de Screen Capture Tool, en de Snipping Tool, en de Snagit en de Greenshot meer nodig. Nou, ze dit weten niet meer. Nee, absoluut niet. Maar. Dus blijf me doen. Dat is een kleine functionaliteit, de extra klok weergeven. Ja. Als je veel met mensen in het buitenland werkt, denk ik handig. Ja, vooral internationaal of als je collega's hebt in andere tijdzones zitten. Dus er zijn genoeg dingen te bedenken waar het handig kan zijn. Ja. Het zal niet voor iedereen relevant zijn. Maar je kan gewoon een extra klok toevoegen. Dus normaal gesproken als je rechts onderin heb je één klok. En nu is het zo, dat zie je in de screenshot ook terug. Als je met je muis op gaat staan, dan heb ik dus een tweede klok toegevoegd. Mm-hmm. Dus je ziet daar dat ik dan de Mexico UTC-6 tijd heb staan. Zonder dat ik dan, wat je normaal natuurlijk doet, hoe laat is het in stadnaam of landnaam gaat zitten doen in Google. Dat je zegt, ik voeg er één of twee extra toe die voor mij interessant kunnen zijn. Ja. Dus een klein dingetje, maar... En die namen kan je zelf nog zelf bedenken. Dus je kan, ik heb het Mexico UTC-6 genoemd. Dat ik weet dat het een tijdsverschil van 6 uur is. Welke tijdzone dat zit en voor welk land het geldt. Maar je kan het ook gewoon noemen vriend X of werk 2. Je kan het gewoon labelen. Ja, precies. En ook wel handig met zomertijd, wintertijd. Je hoeft nooit meer te rekenen.
Nee, precies. Ja, het enige is, ik heb nu wel de naam min 6 eraan gegeven. Dat is de zomer, dan klopt die niet meer. Dus daar moet ik nog even wat aan doen. Dan start menu van de folders. Dit lijkt een beetje op het overzicht van je telefoon met de verschillende tegels. Ja. Dat denk ik ook het idee erachter om dat gelijk te gaan trekken. Precies. Dit is natuurlijk een hoop bekritiseerd item, dat nieuwe startmenu op een gegeven moment. Mm-hmm. Van Windows 7 naar Windows 8, dat in één keer van die lifestyle zaten, ons bewoog. En ja. Nou, dat iedereen gooide dat weg. En, nou, langzaam maar zeker zie je dat ze toch weer wat aanpassingen aan het doen zijn. En eigenlijk inderdaad precies wat je zegt, ze maken een telefoon een menu van. Dus je kan gewoon blokken erin zetten, een kwart grootte, helemaal groot, of als een bewegend blok of niet, hè, wat je wil. Maar ook je kan groeperingen maken, dus wat iemand op zijn telefoon natuurlijk doet, een mapje financieel met 6 apps erin, ja. Een mapje games met 10 apps erin, een mapje werk met 6 apps erin. Ja, precies diezelfde groeperingen kan je ook maken. Dat zie je op mijn screenshot ook, ik heb daar een eentje opengeklapt, met alle Office apps bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hè, dus in het eerste screenshot zie je alleen maar de kleine icoontjes. Klik ik die aan, dan opent hij alle grote icoon. Ah. Dus toch een manier om een hoop informatie in het startmenu kwijt te kunnen. Zonder dat je, nou ja, van de Xbox, King, al die dingen erin krijgt. Maar die iedereen had weggooid, zeg maar. Dat, ja. Dat niemand leuk vond. Dus ja, en best wel logisch. Op je telefoon richt je het zo in. Ja, maar dan PC ook. Ja. Dus ja, wellicht voor een hoop mensen weer eens om een keer te kijken naar het startmenu, wat we eigenlijk heel lang een beetje weggeschoven hebben. En dachten, nou, we zetten gewoon alles op ons bureaublad en dan geloven we het wel. Ja. Dus wel een goeie, denk ik. De Windows nachtlamp, voor de mensen die ook s'avonds en 's nachts nog niet het scherm los kunnen laten. Ja. Nou ja, goed, ook op elke telefoonstuk geldt het ook voor. Dat, bijna alle telefoons die hebben natuurlijk in dat menuutje een blauw lichtfilter. Ja. PC's hebben daar ook enorm veel last van. En, nou, ik heb niet alle onderzoeken gelezen, maar schijnbaar is het blauwe licht in ieder geval niet goed voor je als je tot rust wil komen. Ja. Dus wat je hiermee kan doen, is gewoon de kleurtemperatuur van je scherm naar meer geelachtige tinten zetten, zodat je minder blauw licht krijgt. En dat je dus meer rust moet krijgen als je s'avonds nog achter een scherm zit. En je kan gewoon een temperatuur instellen, op een kleur, maar je kan ook een soort van mee laten lopen met de zonsopgang en zonsondergang. Dus als het buiten licht is, dan doet hij wel veel blauw licht meer in. En hoe donkerder het wordt, eigenlijk hoe meer geel, dat hij geleidelijk die schermkleur aanpast. Dat je niet in één keer van een normaal scherm naar een soort van geel tint gaat, maar dat dat geleidelijk gaat. Dus ja, het lijkt me gewoon, voor iedereen die s'avonds werkt, Dat moet je eigenlijk gewoon doen. Ja. Het is gewoon niet goed voor je om nog tot laat in blauw licht te zitten. Dus. Op een gegeven moment gaat hij gewoon uit. Ja, dat is nog beter misschien. misschien een boek lezen. Ja. Dan de thema's. Ja, nou, die gebruik jij ongetwijfeld ook, denk ik. Hoop mensen hier. Ja, zeker. Ja. Elke keer even een andere achtergrond als plaatje en... Ja, er is natuurlijk echt, enorm veel thema's beschikbaar. Dus niet alleen maar een vast plaatje wat je om dezelfde tijd zelf verandert. Maar thema's, dat zijn natuurlijk de woestijn, natuur, bergen, huizen, dieren, bloemen. Ja. Waar die een 10, 15, 20 afbeeldingen hebben. Die gewoon roleren op een bepaald schema wat je zelf wil. Elke minuut, elke 10 minuten, elke uur. En als je twee schermen gebruikt, ook nog verschillende op twee schermen. Ja. Ja, en ik weet, ik altijd ook enthousiast van een scherm als ik me minimaliseer. En ik had van zo, weet je, echt een lekker plaatje. En nou ja, als je dan elke keer wisselt, ja, dat zijn echt een mooie functionaliteit. Het lijkt ook een beetje op dat mensen in hun scherm, als je gelokt bent, krijg je ook altijd een plaatje te zien. Hè? Je kan ook vaak aangeven, met een leuke foto, dan krijg je meer van dat soort foto's. Mm-hmm. En ja, het is een leuke manier om getriggerd te worden voor waar wil ik naartoe op vakantie, of wat wil ik nou doen, of wat is mooi om te gaan zien. Dus ik ben hier fan van. Een hele hoop thema's zijn ook gratis te downloaden volgens mij. Hè? Bijna allemaal zelfs. Ja, eigenlijk echt de mooiste plaatjes gewoon voor niks. En als je zelf fotograaf bent of je vindt het leuk om bijvoorbeeld van je familie of van je eigen vakanties. Nee. Het is eigenlijk heel simpel om in die map waar die thema's terecht gekomen, zelf een map aan te maken. Je plakt er 10, 20, 30 foto's in. En laat je die roleren op een bepaald schema. Ja. Dus als je zegt... Want zelf beter, dan mag dat natuurlijk ook. Ja. Maar ja, gewoon een stuk, het voegt echt wel plezier toe, denk ik. Of gewoon leuk om te zien. Ja, dat is veel beter dan die statische blauwe windows achtergrond. Die... Ja, daar wordt niemand vrolijk van. Nee, als die er zijn, hoor dat ook graag. Maar
Van de rekenmachine 2.0. Nou, het zegt het eigenlijk al. Meer dan alleen optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen. Ja. Ja, hebben we hier natuurlijk ook laten zien. Nou, van een hoop mensen, het is compleet nieuw. Maar je kan gewoon op die rekenmachine linksboven zit een soort menu-optie knopje. Mm-hmm. Dan zie je ook, dan heb je allerlei opties om andere dingen te berekenen. Nou, ik heb een aantal dingen genoemd. Hè. De belangrijkste, denk ik, die voor iedereen handig is, is valuta omrekenen. Ja. Dat doen we nu, ik weet precies hoe het gaat. Iedereen die googelt omrekenen euro's naar valuta X. Ja. Dan kom je van een of andere website met 500 advertenties over het algemeen. En ja, daar vult het dan in en hoop dat klopt. Microsoft die checkt gewoon eigenlijk constant die valuta's, hoeveel die waard zijn. In de rekenmachine kun je gewoon wisselen tussen die valuta's en direct omrekenen. Ja, dus super. Eigenlijk hartstikke handig, alleen niemand weet dat het er zit. Dus maar, daarom gaan we altijd op zoek naar die appjes en allemaal dingen die eigenlijk niet nodig zijn. Maar ook het berekenen van een datum. Hoeveel dagen is het nog tot dag X? Of hoeveel verschil zit er tussen 3 juni en 14 december? Mm-hmm. Hoe doe ik metriek naar imperiaal omrekenen? Hoe doe ik kubieke meters uitrekenen? Oppervlakteberekening. Allemaal dingen die we geacht worden allemaal vaak te weten. Ja. Dan blijkt als je daarmee aan de gang gaat dat je het toch niet precies weet. Ga je toch even googlen. Ja. Precies. Ja. Ja, en hiermee vul het gewoon in. Dus ja, echt wel gemak. Dus het zit er allemaal in. Maar, moet alleen even weten te vinden. Ja, nou ja, als je zelf een keer een minuutje aanklikt, dan krijg je allerlei opties wat wil je omrekenen. En je ziet dan ook als je bijvoorbeeld vierkante meters naar kubieke meters wil omrekenen of iets, dan geeft hij ook nog aan allerlei obscure meeteenheden, wat het dan daarin is. Ja. Hoeveel voetbalvelden dat is, hoeveel al de Engelse maten, zeg maar, die wat minder logisch zijn voor ons. Dus ja, dat is handig. Ja. Maar mensen weten het niet. Dus, hopelijk bij deze. Ja, goed tip, denk ik. Weten ze het wel. Dan de 3D viewer. Met Mixed Reality. Ja. Nog meer een leuk dingetje voor erbij. Ja. Praktisch lastig. Er zit een filmpje bij. Kan je het even laten zien, denk ik, of niet? Misschien even een stukje daaruit pakken. Het gaat dus over iemand die een presentatie geeft van een nieuw model. Mm-hmm. En die eigenlijk de huisstijlkleuren wil gebruiken daarin. Dus het is een soort motor waar we naar kijken. En zij heeft nu dus de huisstijlkleuren erop gezet. Ja. Nou, in een presentatie krijgt ze het blijkbaar niet helemaal over, zoals hier. En dan projecteert ze dus, door middel van de laptop, projecteert ze het model eigenlijk op de vergadertafel. Dus je ziet hier ook gebeuren. Ah, cool. En dan spreekt het een stuk meer in één keer van hoe ziet het nou uit, hoe groot is het. Die kan het bijna aanraken. Dus het, ja... Dat probeer je natuurlijk als een soort van use case eraan te geven. Nu is het nog best wel lastig. Er zijn niet zoveel modellen. Mm-hmm. Je kan wel een bibliotheek van modellen. En die kan je dan op je tafel zetten. En dan zie je wat bewegen. Of een hamburger ronddraaien. Dat is vooral nu nog grappig. Ja. Maar ik zie ook uiteindelijk ook wel dat je... Dat zien we in de consumenten. Dat zien we bij ons ook al. Dat je een tv wil bestellen. En dat je hem even op de muur kan projecteren. Ja. Hoe groot is die dan? Coolblue is daar wat mee bezig. IKEA, je wil een kast kopen, maar past dat hier tussen? Projecteer hem voor de muur. Dat soort dingen die allemaal van bedrijven, van apps vandaan kwamen. En nu eigenlijk dat gewoon in je Windows 10 client terechtkomt. Dus uiteindelijk denk ik dat iedereen zo aan het ontwerpen zit. En die pakt overal apparaten neer in zijn huis. En hoe komt het dan uit te zien? Hè? Of een beetje met een interieur veranderen. Ja, maken we pak een bank neer en ding. En je kan gewoon op het scherm zien hoe het eruit ziet. Dat is cool. Echt wel, wel leuk. Ja. Dus het, het werkt redelijk, vind ik. Maar ja, je ziet dat dit is het begin. Ja. Ik verwacht over een paar jaar is dit gemeengoed. Dat kan niet anders. Nou, dit is een beetje een WizKid functionaliteitje, denk ik. Ja, nou ja, dat komt eigenlijk. Ik heb hem er toch in gedaan, want ik dacht... je ziet natuurlijk wel eens bij PC's, met name die touch hebben, dat je... Ja. Een schuif omlaag om de PC af te sluiten. Dus dan geeft hij een soort gordijnachtige functionaliteit. Zoals je een telefoon ook ziet. En dan kan je daarmee je PC in één keer afsluiten. Ja, wat natuurlijk een stuk sneller is dan start en dan afsluiten. Of welke optie je wil hebben. Het probleem is dat ze nu nog geen snelkoppelingen naartoe hebben. Dus je hebt geen Windows toets iets of iets. Mm-hmm. Het is gewoon, ja, je moet letterlijk een snelkoppeling maken naar slide to shutdown.exe. Ja. Dan moet je die aanklikken en dan krijg je hem. Dus ja, het aantal handelingen neemt eigenlijk niet af. Maar ik zie wel dat dit in de toekomst een goede manier wordt om je PC af te sluiten. Dus als daar op een gegeven moment een sneltoets voor komt, denk ik dat dit dat het handig is. En hoe meer gemeengoed het gebruik van touch wordt op laptops.
Dus vandaar, misschien nu nog niet helemaal relevant, maar voor de enthousiastelingen kan ik een keertje proberen in ieder geval. Heb je het zelf al op je survey zitten? Ik heb wel de celkoppeling erop staan, maar ik gebruik dat eigenlijk ook nog niet zo vaak. Okay. Dus, het werkt in ieder geval. Het werkt er zeker weten, ja. Nou, dat was het alweer voor deze keer. Dank voor het kijken. Als je nog vragen heeft, dan kunt u ons een mailtje sturen. Ja. Tot de volgende keer. Volgende keer met EMS aan de slag. Ja, denk ik. Ook interessant, denk ik. Ja, zeker weten. Dus goed komen. Dankjewel.